Ik ben Anthony van Gitaarkrijging Studio en in deze video ontdek je wat er gebeurt als we eigenlijk een elektrische gitaar en twee versterkers op hetzelfde moment inpluggen. En goede gitaristen doen dat eigenlijk voortdurend, zowel live als in de studio. En we zullen het er ook over hebben waarom dat ze dat eigenlijk doen en waarom dat je dat eigenlijk zelf misschien zou willen doen en wat er gebeurt als je in die twee versterkers inplugt op hetzelfde moment. En het eerste die we zullen bekijken zijn de tools die je nodig hebt hiervoor om in twee versterkers op hetzelfde moment in te pluggen. Want als je gewoon een kabel uit je output hebt van de gitaar, dan kan je moeilijk eigenlijk direct in twee versterkers samen inpluggen. Dus wat dat we nodig hebben, dat is dit. Dit is een AB switch. Dus zoals je kunt zien gebruiken we hier de AB switch om van mijn gitaarkabel, dat is deze hier, eigenlijk naar de twee versterkers op hetzelfde moment te gaan als we dit selecteren met deze knoppen hier. Nu zie je het lichtje branden bij versterker A en versterker B. En we kunnen eigenlijk ook selecteren om één versterker te gaan gebruiken. En zowel de versterker 1 of de versterker 2 kan dan enkel en alleen gebruikt worden. Ofwel gebruiken we ze alle twee op hetzelfde moment. En dat is eigenlijk wanneer dan mijn gitaarsignaal, mijn gitaarspel, door de twee versterkers wordt gestuurd. Dus nu zitten we ingeplugd in twee versterkers. Ik ga eerst even de sound laten horen van versterker 1. Dus die in de A-kant van de AB-switch zit. Die klinkt op dit moment zo. Dus een hele clean sound met wat reverb op. En de sound van de versterker aan de B-kant, en de tweede versterker, als we enkel die horen, klinkt die zo. En dit is de sound van de twee versterkers op hetzelfde moment. Dus je merkt dat eigenlijk twee versterkers samen een veel grotere geheel maken. Zeker omdat we op de tweede versterker nu eigenlijk een overdrive hadden. Zodat we daar een meer een gain sound krijgen. Terwijl op de eerste versterker hadden we meer een clean sound. En door die twee eigenlijk te gaan paren met elkaar, te gaan mengen, krijgen we eigenlijk de best of both worlds. Eigenlijk een sound met een hele open, reverb-y, clean klank met toch wel wat haar op van de tweede versterker met het gain channel op. Er zijn heel veel gitaristen die dat gebruiken, zowel in de studio als live. In de studio kan je dat heel goed gebruiken om eigenlijk wat ik net beschreef te gaan verwezenlijken. Zowel de clean klank als een klank met meer gain op te gaan combineren. Of je kan zelf twee versterkers gebruiken met ongeveer dezelfde klanken. Twee clean versterkers die elkaar complementeren. En bijvoorbeeld de ene versterker heeft dan net een ietsje andere soort reverb dan de andere. Zoals dat Steve Ray Vaughan ook wel vaak deed met zijn super reverb. En als ik me niet vergis was de andere de twin reverb. En dat zijn dan eigenlijk verschillende soorten reverbs die zowat tegen elkaar opbotsen om een groot geheel van een clean klank eigenlijk door de twee versterkers te vormen. En dan hetzelfde gebeurt als we bijvoorbeeld meer gain op één van de versterkers zetten, krijgen we net dat ranzige randje op onze clean toon die wel leuk is om te hebben. Of als we meer gain erop steken, wordt het dan des te ranziger. En in de studio gaan ze heel vaak één van de versterkers links in de monitor steken en een van de versterkers rechts. En als je dit filmpje beluistert met een koptelefoon aan, ga je ook horen dat je de clean versterker links hoort en de versterker met de gain hoor je rechts in je monitors of je koptelefoon als je erdoor luistert. Dus dat wordt eigenlijk gedaan om zo wat meer een onderscheid ook te maken in de sound. Dat zorgt dat het
zou ik het zeggen, het sonisch spectrum wat meer opgevuld wordt in onze sound. En dus in de studio wordt dat heel vaak gebruikt. Ook live kan je dat heel goed gebruiken. Dus eigenlijk de twee versterkers gaan combineren om direct meer ja, een muur van geluid te creëren. Meer eigenlijk ruimtes te gaan opvullen met geluid. Want spreek voor zich dat twee versterkers natuurlijk veel meer de ruimte kunnen opvullen dan één versterker alleen. En zeker, dat juist hadden we het over de reverb, maar zeker als we experimenteren met delay op één van de versterkers of zelfs beide versterkers, dan gaan we eigenlijk nog meer verschillende ja, lagen van de ruimte zeg maar, gaan opvullen. Nog een grotere sound gaan creëren als we live gaan spelen. Laat gerust een comment na hier onder de YouTube video. En als je deze video leuk vindt, zeker even subscriben op het kanaal. Neem ook een kijkje op gitaarles.be. Daar vind je verschillende gratis bronnen die je kunt downloaden. Zoals een volledig gratis bluesgitaar e-book.